Hallo! Zo even op het einde van dit jaar richt ik me even tot de baasjes van allerlei huisdieren. Met name die van honden en katten. Want ik zal niet zeggen dat iedere vuurwerkliefhebber er last van heeft. Maar wel de hooggevoelige vuurwerkliefhebbers zoals ik zelf. Die wordt het plezier enorm ontnomen door mensen. En door de gedachte dat de dieren nu dan om 12 uur thuis zitten in een hoekje. Helemaal angstig vanwege het vuurwerkplezier. Dat is niet de bedoeling namelijk. En het hoeft ook helemaal niet. Want wij hadden thuis een tekkel, Fred. Eigenlijk Frederik van Flintenhoven, maar wij bleven informeel. En die hebben we al vroeg enthousiast gemaakt voor de pyrotechniek, zoals het heet. En elke keer als er al het eerste stuk vuurwerk werd afgevuurd, dan zag je het diertje opleven van enthousiasme. En we moesten hem zelfs terugfluiten als hij gewoon rennend op een knallende ratelband afvloog. Want dat kan natuurlijk gevaarlijk zijn en dat is niet de bedoeling. Maar ook zie je het bij paarden, want dat heb ik gezien op televisie, dat de paarden van de ME en van de Gouden Koets, dat die ook gewoon enthousiast gemaakt worden voor vuurwerk. En trouwens, baasjes van cavia's, die hoor je nooit. Dus het is echt exclusief iets voor honden- en kattenhouders. Dus het is een kwestie van opvoeden van je honden en je katten en ze niet gaan belonen op het moment dat ze angstig zijn. En je moet zelf natuurlijk ook niet angst gaan vertonen of zuurigheid, want dat pikt het diertje gewoon haarfijn op. En die is ook niet achterlijk, want die merkt ook wel dat die gewoon extra snoepjes of koekjes of worstjes krijgt. Of geknuffeld wordt. En het is geen knuffel, het is een dier. Het is ook geen surrogaatkind, zoals een heleboel mensen, vooral millennials, denken tegenwoordig. Want die willen nou weer geen kinderen. En het is ook maar goed ook. En wat we hier eigenlijk in dit geval mee te maken hebben, dat is een vorm van systemisch slachtofferschap. Waarbij er een afhankelijke relatie is tussen het dier, de hond of de kat, en zijn baasje. Die elkaar versterken in hun afhankelijkheid. En dus ze maken het er zelf naar. En vooral dus de baasjes. En dat allemaal ten koste van het plezier van hooggevoelige vuurwerkliefhebbers zoals ik zelf. Ja, dus dat wil ik even kwijt. Dat ik straks niet mee geconfronteerd word. Het is toch geen hou aan. Maar het is wel genoeg zo. Ik ga nou even al mijn vuurwerk op tafel leggen. Om te kijken wat ik allemaal heb. En in welke volgorde ik het wil afsteken. Ook even in overleg met de buren. Dat niet de leukste stukken vuurwerk al de lucht in gaan tegelijkertijd. Want dan kun je het niet goed zien. Dat is ook niet de bedoeling. Nou, hou het veilig en gebruik ook een vuurwerklont en een veiligheidsbril.